Luidsprekers. Sterke jongeren, verhalen van formaat. Een podcast over maatschappelijke thema's in het open jeugdwerk. Deze aflevering gaat over grensoverschrijdend gedrag en de nood aan veilige ruimtes of safe spaces. Bij formaat vinden wij integriteit en veiligheid een prioriteit in het open jeugdwerk. De veiligheid van jongeren staat altijd voorop. En we streven gezamenlijk als jeugdsector om die integriteit te waarborgen. Vandaag komen enkele professionals hun expertise delen met ons. Eike Gubbels, psychologisch consulent en coördinator van Punt VZW, opent de aflevering met een keynote speech. Daarna interviewen we Dries de Smet van Weljong over het belang van safe spaces. We sluiten af met een sterk project van Jeugdhuis het Klokhuis, die Elias de Schrijver komt voorstellen. Hallo iedereen. Ik ben Eike Gubbels, ik ben oprichter van Punt VZW en Punt VZW is een organisatie die zich inzet voor slachtoffers van seksueel geweld. Wij benoemen ons als een advies- en informatiecentrum in Antwerpen. Nu, van waar komen wij? Ongeveer 3 jaar geleden ondertussen zijn de feiten op Julie van Espen gepleegd en daar is eigenlijk een mars tegen seksueel geweld door ontstaan, die ik ook mee georganiseerd heb. En dan was wel heel duidelijk wat het een nood is om iets te doen rond het thema seksueel geweld en is Punt VZW opgestart. Belangrijk om te weten is dat wij actief zijn in Antwerpen en eigenlijk inzetten op 3 belangrijke niveaus. Het eerste is hulpverlening, dus echt het eerste aanspreekpunt zijn voor iedereen die in aanraking komt met seksueel geweld. Dat kan zijn een slachtoffer, maar dat kan evengoed zijn de omgeving van een slachtoffer. Het tweede luikje is sensibilisering, dus alles rond preventie, alles rond vormingen. En dan het laatste is een adviesfunctie. Dus dat geldt zowel naar jeugdwerkers bijvoorbeeld als naar politiek. Ik ga een beetje starten met heel breed te kaderen wat dat seksueel geweld is. Want we kunnen het nieuws niet meer opzetten zonder dat we er iets over horen. Maar wat betekent dat nu concreet? Je gaat zien, als je kijkt naar zo het middenveld, dat we veel makkelijker spreken van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Waarom? Omdat seksueel grensoverschrijdend gedrag veel meer de lading dekt en veel breder is. Het recentste onderzoek was vorig jaar en daar hebben ze voor de allereerste keer eigenlijk 2 definities gemaakt, namelijk hands-off seksueel geweld en hands-on seksueel geweld. Wat is concreet het verschil? Hands-off, heel logisch, hè, handen af, dat wil zeggen alles waar seksuele intimidatie is, aanspreken, maar ook bijvoorbeeld beelden verspreiden online, waar de wettelijke term is dan wraakporno, maar dat kan natuurlijk veel breder zijn dan dat. Dat hoort onder hands-off. Seksueel geweld. Als we daar gaan kijken naar de cijfers, dan zien we bij jongeren, toch zeker en zeker de jonge meisjes, dat 95% ooit in aanraking komt met deze vorm van grensoverschrijdend gedrag. Een andere vorm, hands-on seksueel geweld, is eigenlijk alles vanaf een aanraking en voornamelijk een ongewenste aanraking. Als we daar kijken naar cijfers, dan zien we dat het 57% van de meisjes is en 1 op 6 jongens. Ik wil daar al direct starten met zo het clichébeeld van wat er een slachtoffer is van tafel te gooien. Want als je de krant opklikt, ga je gegarandeerd een afbeelding zien van een meisje met mascara langs de kaken. Of zo iemand die dat zich afschermt of heel hysterisch is. Dat is absoluut niet hoe dat slachtoffers er standaard uitzien. Hetzelfde ook met daders. We hebben de neiging om van een dader onmiddellijk een monster te maken, een man ook, hè. Dat is hetgeen dat we direct vaak visueel voor ons zien, die dat zich verstopt in de bosjes en dan iemand van de fiets zweurt. Nu, ook daar, als we kijken naar cijfers, 80% van de daders, tussen aanhalingstekens, zijn gekenden. Gekenden wil echt zeggen partners, vrienden, vrienden van vrienden, familie, dat gaat heel breed, maar het is zelden de man in de bosjes. En hetzelfde bij slachtoffers, hè. We verwachten een meisje, we verwachten iemand verdrietig, maar ook dat is niet altijd waar. En ik denk dat ik dat als belangrijkste boodschap wil meegeven. Ik krijg vaak de vraag van, ja, wat zijn normale reacties en wat doen we daarmee als je dat tegenkomt? Alle reacties zijn normaal. En I know, cliché. Maar wel waar. Dat wil zeggen, ik kan onmiddellijk heel emotioneel zijn en verdrietig zijn. Ik kan onmiddellijk heel boos worden. Maar ik kan even goed beginnen lachen wanneer ik iets heb meegemaakt. En mensen kijken naar daar op. Maar denk er zelf maar eens over na hoe vaak dat wij beginnen lachen als iets ongemakkelijk is of moeilijk is om te vertellen. Waar ook een heel standaard reactie is, is niet reageren of zo precies heel apathisch zijn.
of er helemaal niet over willen praten. Dat zijn ook heel normale dingen om te gebeuren. Want vaak wanneer we iets traumatisch meemaken, dat dringt ook niet onmiddellijk door. Hè. Ik ga jullie geen te complexe lessen geven in hersenen. Maar de basis is dat als wij een schokkende gebeurtenis meemaken, dus iets dat voor ons niet alledaags is en dat we moeten inschatten hoe we daarop reageren, en als we dan merken dat dat een traumatische gebeurtenis is, dus een gebeurtenis die ons in gevaar brengt, dat we eigenlijk 3 standaard reflexen hebben. Dat is enerzijds vechten of vluchten. En dat wil niet zeggen slim vechten of slim vluchten. Dat is een instinctieve reactie, waardoor dat we eigenlijk in een aanval gaan of zo snel mogelijk proberen weg te geraken. En als dat niet kan of niet lukt, dan gaan we bevriezen. En bevriezen wil eigenlijk letterlijk zeggen dat er de pauzeknop wordt ingedrukt. Als we dat zouden terugkoppelen naar het dierenrijk vroeger, is bevriezen wanneer dat een dier eigenlijk nep dood neervalt. En het nut daarvan is dat wat er daarna gebeurt, dat we dat niet helemaal ervaren. En dat we die pijn daarvan ook niet helemaal ervaren. Dat doen wij ook als mensen. Dus dat is bijvoorbeeld die reacties dat je vaak daarna ook ziet. Hè? Mensen die daar heel kwaad gaan worden, heel verdrietig. Mensen die daar niet over willen praten, dat is heel hard het vechten en vluchten. En dan hebben de mensen die eerder naar het apathische gaan of net het heel, heel, heel veel doen, hè, zorgen dat het leven heel vol is, dat gaat dan eerder naar zo dat bevriezen en het niet willen voelen van wat er daaronder ligt. Wat is er belangrijk als je ooit in je leven een slachtoffer voor je krijgt? Je moet zeker en vast geen hulpverlener zijn. Laat mij daar al mee starten. Maar er zijn gewoon een aantal heel simpele dingen. Dat is durf reageren. Wij zijn als Vlamingen heel geneigd om, als we niet goed weten wat we moeten zeggen, dat we liever niks zeggen, want we willen niks verkeerd zeggen. Maar beeld het even omgekeerd in. Als ik met een kei emotioneel verhaal naar u kom en er komt geen reactie terug, dat is heel pijnlijk. En een reactie moet niet complex zijn. Hè. Je mag even goed antwoorden met, amai, deze komt even binnen of ik weet niet goed wat ik hiermee moet doen. Dat is heel menselijk en toont ergens ook een heel groot stuk erkenning. Het tweede stukje dat ik kan meegeven is, zeg wat je doet en doe wat je zegt. Waarmee ik wil zeggen, structuur en duidelijkheid zijn heel belangrijk in het begin. Vaak zijn mensen nog een stukje in een shockfase. Vaak weten ze ook niet goed wat ze moeten doen. Jij bent niet verantwoordelijk om alles juist te doen, maar probeer wel dat wat je zegt, dat je het kan waarmaken. Dus bijvoorbeeld, als jij de belofte gaat doen, amai, deze is echt een heftig verhaal, ik ga elke week met u even samen zitten om erover te praten. En na 2-3 weken merk je, goh, ik ken deze eigenlijk niet. En je moet dat afketsen, is dat veel zwaarder dan wanneer dat je zegt, ik vind dit een heel heftig verhaal, ik ga dit met mijn collega's moeten delen en we gaan samen moeten kijken wat we hier verder mee doen. Dat geeft een heel duidelijke structuur. Ook daar doe het zeker niet alleen. En hier komt dan zo het belang van safe spaces in de picture. Wanneer dat zoiets voorvalt en er zijn geen kaders, is het ontzettend moeilijk om te weten naar waar dat je moet, te weten wat dat je kunt doen. En ook correct te reageren. Hè. Op dat moment is er eigenlijk zelf een stukje mee in die crisis. Dus wat je wel kunt doen, is op het moment dat er niks aan de hand is, maar gewoon in dagelijks bestuur, dat je gaat kijken wat gaan de policies zijn die dat wij opstellen als er iets gebeurt van grensoverschrijdend gedrag. Een aantal tips dat ik daarin kan geven, die dat eigenlijk heel simpel zijn, is, je hebt de site grensgewijs.be, dat is een samenwerking van Pimento en Sensoa, waar dat ze eigenlijk via een aantal duidelijke stappen hun safe space policy laten opstellen en ook heel duidelijk zeggen wat daarin moet staan. Dat kan al zeer goed helpen. Daarnaast is het ook belangrijk dat je weet naar wie dat je kunt doorverwijzen of doorstappen. Punt VZW is er daar zeker één van. Maar ook het zorgcentrum na seksueel geweld is een heel belangrijke. Het zorgcentrum is beschikbaar voor alle slachtoffers die slachtoffers zijn geworden binnen de 72 uur of binnen de maand. En die bieden eigenlijk een allesoverkoepelende zorg. Van psychologische ondersteuning, fysieke ondersteuning tot klachtindiening als het slachtoffer dat wilt. En dat is ook een belangrijke, het verhaaltje politie. Weet dat een zorgcentrum daar mee voor instaat, dus dat een zorgcentrum altijd de beste keuze is. En weet ook dat het niet wilt zeggen dat als er iemand iets heeft meegemaakt, dat ze onmiddellijk in staat gaan zijn om klachten in te dienen bij de politie. Wij zijn als mensen heel hard geneigd om daar door te pushen. Maar het is daar ook heel belangrijk dat je eigenlijk de keuze een stuk bij het slachtoffer zelf laat. Waarom? Er is net een keuze van die persoon afgenomen.
Als we hier opnieuw gaan pushen, zitten we eigenlijk iemand een stukje in die hertraumatisering, in dat opnieuw beleven van ik heb hier geen stem. En op lange termijn gaat dat in een verwerkingsproces niet veel goeds doen. We zien ook dat mensen vaak pas veel later naar politie gaan of daar de ruimte voor voelen. Dus dat zijn al twee zeker belangrijke stappen. Daarnaast durf ook praten over seks. Jongeren doen dat graag. Verbazingwekkend genoeg. We hebben altijd als begeleiders zo wat schrik van oh, wat gaat er hier uitkomen? En mensen gaan ons zo wat de boomers vinden als we proberen van seks bespreekbaar te maken. Maar het ding is, jongeren hebben eigenlijk niks geleerd over seks. Buiten misschien, als je geluk hebt, de condoom over de banaan. Maar totaal niet hoe je erover moet praten. Totaal niet de anticonceptie. Totaal niet waar hij leuk is, niet leuk is. Dus vanaf het moment dat je dat gaat aansnijden, ga je ook merken dat er automatisch echt wel een gesprek op gang komt. Dat geeft ook ruimte voor mensen om vragen te stellen. En dat creëert ook een space waarbij dat je met elkaar in dialoog leert gaan over seksualiteit en over hoe dat je met elkaar omgaat. Nu, dat is heel specifiek gericht op seksueel geweld. Een kleine extra tip dat je on the side kan geven als het gaat over het hands-off seksueel geweld, is dan dat je eigenlijk twee gekende campagnes hebt. Je hebt de stand-up campagne en je hebt de campagne van Sensoa, die dat gaat over de 5 A's of de 5 D's. Eigenlijk altijd hetzelfde. Het ene is in het Engels, dat is in het Nederlands. En je kunt dat zeker ook als je ze online googelt, zeker stand-up heeft ook gratis vormingen waar je die aanleert. En wat zijn dat? Dat zijn eigenlijk 5 technieken hoe dat je kunt reageren wanneer dat je grensoverschrijdend gedrag zelf ziet. En die 5 technieken zijn ook niet allemaal iemand gaan aanspreken of kwaad worden, maar dat kan ook gewoon zijn de persoon die dat lastiggevallen wordt afleiden of andere mensen daar rond betrekken zodat je persoon niet meer alleen is. Of inderdaad iemand actief gaan aanspreken. Maar die technieken zijn ook wel handig als je die wat mee in je rugzak steekt, ook bij je jongeren, zodanig dat ze weten wat te doen. Want opnieuw, we zijn als mens heel geneigd, als we iets zien waar we niet zeker van zijn, van te denken, het zal wel niet zo erg zijn, of iemand anders zal het wel komen zeggen. En ik denk ook dat dat mijn belangrijkste boodschap is. Het zal wel niet zo erg zijn, of iemand anders zal het wel zeggen, zijn menselijke neigingen en zijn heel logisch. Maar ik heb veel liever dat je op een naïeve manier in dialoog gaat, maar dat je wel in dialoog gaat, dan er helemaal niks mee doen. Want wat we op die manier doen, is een beetje onder de mat vegen en dan ervan uitgaan dat het niet gebeurt. En de cijfers liggen er niet om. Dus eigenlijk, waar ik graag mee wil eindigen, is be awkward, bekijk het als een eerste keer seks hebben. Durf met je jongeren aan de slag gaan. Zijn lekker genant, haalt de meest awkward spelletjes boven. En als je meer informatie wilt, mogen mij altijd contacteren of de site van Puntvzw zeker bekijken. Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben. Alleszins, dikke merci. Bij ons zit Dries van Weljong. Dag Dries, eerst en vooral bedankt dat je tijd wilt maken voor onze podcast. Kan jij jezelf, je functie en Weljong even voorstellen? Hallo, ik ben Dries. Ik werk bij Weljong VZW. Vroeger was dat gekend als Weljong niet hetero. Dus onze organisatie doet alles rond LGBT jongeren in Vlaanderen. En ik specifiek werk op de paarscampagne. En de paarscampagne is eigenlijk een oploop naar 17 mei elk jaar, waarin dat we scholen en sinds dit jaar jeugdwerk ook oproepen om paars te dragen en om eigenlijk op een positieve manier, via paars te dragen, steun tonen aan LGBT-personen. En ja, dat is het eigenlijk een beetje. Deze aflevering gaat over grensoverschrijdend gedrag en het belang van safe spaces. Hoe kijkt Weljong hiernaar? Well, ja, voor LGBT-jongeren specifiek is het mensen gaan er vaak vanuit dat LGBT-jongeren zich automatisch onveilig voelen in de samenleving in het algemeen en dus ook in het jeugdwerk of op school of ik weet niet waar, omdat er vanuit gegaan wordt dat er een negatieve houding bestaat tegenover LGBT-persoon. Dat komt van vroeger. Maar we merken nu meer en meer dat dat eigenlijk niet zo negatief niet meer is. Er is meer en meer een grote tot overgrote meerderheid van jongeren die dat zeggen van LGBT is oké. En die zelfs hun steun willen betuigen. En dat is nu net geen wat we met paars vind ik heel goed doen. Met paarse dragen geven we degene die eigenlijk die steun willen tonen,
een manier om die naar buiten te brengen. Want heel vaak denken mensen van, ah ja, ik moet dan een regenboogvlag dragen. Of ik moet expliciet zeggen tegen iemand van, ah, jij zei oké, maar ik vind dat awkward, of ik wil dat niet, of ik wil niet gezien worden als. En zo verder. En door gewoon met paars bezig te zijn, te zeggen van, paars betekent op die dag dat, is het niet zo in your face, maar doe heel veel mensen wel hun steunbetuiging. En ik verwacht, ik denk, dat dat voor veel LGBT-jongeren veel doet. Als ik een voorbeeld mag geven, gisteren was ik op 17 mei dus op een school die dat ook met paars meedeed. En daar zei dat er een werkgroepje van LGBT-jongeren daarmee aan de slag ging. En ook dat leerlingen die daar niet mee aan de slag gingen, wel helemaal vol een bak gingen met te tonen van, ah ja, ik ben LGBT of ik ben LGBT-friendly. En daar op een of andere manier zeer enthousiast van werden. Van ja, eindelijk kan ik het een keer doen. Zonder dat ik dan speciaal of raar ben. Want Hans' school doet het plots. En ik ben niet de enige die steun toont. En ja, ik vind dat zelf persoonlijk, met nu al 10 jaar te vrijwilligen in dit thema, en ook zelf mijn LGBT-ervaring te hebben, zo schoon om te zien dat dat gebeurt en dat er dus een volgende generatie is die daar kracht uit kan vinden. Dus voilà, ik ben er al vrij trots op. Ik heb even safe spaces aangehaald. Hoe zou jij een safe space omschrijven en wat houdt dat juist in? Wel, daar komt het een beetje bij dat safe spaces iets is waar mensen het gevoel hebben van, ah ja, ik mag erbij zijn. Ik mag mijzelf uiten. Het is daarom dat ik het ook zo wat van daaruit aangeef. Dat vanaf dat mensen weten van, ah ja, er is eigenlijk een meerderheid die dat oké vindt, is die druk zo wat weg van, ah ja, fuck, wat zouden ze zijn? Of zouden er negatieve reacties zijn? Of ja, gaan ze niet rare mopjes tegen mij vertellen of zo? Of, en dat is een vrij belangrijke, bij wie kan ik terecht? Door te zien van wie staat er positief, weet ook al meteen van, als ik het echt lastig heb, dan weet ik dat ik bij die terecht kan. Of bij die net niet. En daar zeker als we kijken naar het jeugdwerk, een jeugdvereniging is vaak een zeer grote safe space. Mensen kennen elkaar voor een heel lange tijd. De groep is zo hecht. De grootste moeilijkheid uiteindelijk in het jeugdwerk dan is die ene... dat klinkt zo een beetje raar, maar die coming out. Van, je kent mij tot nu toe altijd als persoon A, die altijd gezien werd als hetero. En als ik nu uit de kast zou komen, wat zouden ze van mij zeggen? Want ze kennen mij al altijd zo lang. Maar als zij weten van, ah ja, eigenlijk vindt iedereen van de groep die dat ik zo hard ken en eigenlijk zo graag heb, als zij allemaal zeggen van, ah ja, het is eigenlijk oké, ah nee, we vinden dat tof. Als ze dat gewoon één keer uitspreken, is die druk daar al vanaf. En gaan ze misschien sneller uit de kast komen. En ik verwacht zelf, ik heb daar weinig onderzoek over hoe dat in het echt is, maar ik verwacht zelf dat als je in zo'n hechte groep zit, van zoals een jeugdvereniging, dan eenmaal als je uit de kast bent, gaat het vanzelf. Omdat dat zo'n hechte groep is, is het bijna onmogelijk om te denken, bijna onmogelijk, zijn altijd uitzonderingen, bijna onmogelijk te denken dat die groep je zomaar gaat laten vallen enkel voor die seksualiteit wat jullie hebben, of genderidentiteit, wat jullie hebben zoveel samen meegemaakt, op kamp gegaan, samen gaan zwemmen, samen dit spelletje doen, samen veel te laat buiten gezeten, samen een zonneslag gehad. Dat is veel belangrijker eigenlijk dan iemands persoonlijke seksuele of genderidentiteit. Daarnet heb je 17 mei aangehaald, de internationale dag tegen homofobie en transfobie. Wat betekent deze dag voor jou of voor Weljong? Wel, dat is al een tijdje aan het veranderen. We hebben het hier bij Weljong al een paar keer gezegd. 17 mei was vroeger zo een soort van hoogdag voor ons. Mm-hmm. Maar nu is het eigenlijk eerder een dag voor de allies geworden. We zien heel de samenleving regenboogvlaggen tonen en paars dragen. Dat is wat we zelf zo ook wel een beetje pushen. Maar het is eigenlijk de dag waarop dat we verwachten dat de samenleving stilstaat bij wat dat wij meemaken. En het is eigenlijk de moment dat de samenleving stilstaat en animatoren en leerkrachten, iedereen eigenlijk, bij, ah ja, ik als niet-LGBT, wat kan ik verbeteren of wat
doe ik de anderen misschien aan? Wat doen we samen de anderen misschien ook aan? En wat moet er verbeteren? En is eigenlijk het een beetje een dag waarin dat wij als LGBT-persoon ja, een beetje achteruit misschien moeten leunen van ah ja, nu is dat nodig. Toon een keer, voor die één dag, toont een keer wat dat je kunt en wilt doen. En ik heb ervoor ook al gezegd, het is positiever en positiever aan het worden. En daarvan heb ik ook zoiets van, ja, het is misschien wel een keer tijd dat we als LGBT-activisten ook een beetje loslaten soms. En zeggen van, het is misschien een keer aan de anderen om wat extra moeite te doen en zo verder. Dus ja, uiteindelijk IdaHot viert dat er, ik weet niet meer, is dat nu al 30 jaar geleden? Ik ben het al vergeten. Enkele jaren geleden, dat er eigenlijk dat homoseksualiteit niet meer gezien werd als een mentale ziekte, maar werd gehercategoriseerd naar iets wat dat iemand kan zijn. Een seksuele identiteit, net zoals hetero zijn. En dat is hetgeen wat we dus vieren elk jaar opnieuw op 17 mei. Omdat dat eigenlijk het startschot was van in de moderne samenleving van naar LGBT-persoon te kijken als persoon zoals iedereen. En zoals dat we zien in deze tijd bij ons, gaat het wel zeer hard de goede richting uit. We moeten wel bezig blijven. En daarom ook 17 mei blijft een moment om te kijken van, oké, ja, we zijn vooruit aan het gaan. Zijn we nog zeker vooruit aan het gaan? Want op sommige vlakken is er soms wel wat, ja, wat treuzeling momenteel. En om gewoon het volgende jaar opnieuw vooruit te gaan en te zijn van, oké, ja, daar gaan we op werken, hier moeten we mee bezig zijn. En zo verder. Je had het net over treuzelingen op sommige vlakken. Waar zie jij die treuzelingen? Wel, op de Rainbow Index noemt hij, denk ik, van IGLIO of ILGA. Ja, ik ben niet goed voorbereid eigenlijk met mijn wetenschappelijke literatuur. Maar op die indexen zakken we een plaatje. We zakken, die stellen eigenlijk op heel veel verschillende elementen in de samenleving criteria op die volgens hen aangeven van dit is een stap in de goede richting. Dat gaat zowel over wetgeving, dat gaat over aanpak in school, aanpak in mental health situations en zo verder. En ik dacht vorig jaar waren we 74% België en nu is het 72%. Dus laat ons zeggen, het stagneert een beetje. Maar Denemarken is veel verder naar voren gegaan. Die hebben veel grotere stappen vooruit gezet. En daarin toont het een beetje van, oké, okay, als je stil blijft staan, dan ga je eigenlijk dat kunnen achteruit gaan. En wat we vorige keer nummer 2 waren, zijn we nu nummer 3. Dus zulke dingen zijn zeer goed om te zeggen van, wow, opgelet. Het kan achteruit gaan. We moeten niet enkel stil blijven staan bij het feit dat wij zo goed zijn en te gaan roepen naar de anderen van, ah, maar gulle, zij is zo slecht bezig en wij zijn beter, dus wij moeten niet meer doen. Wij moeten niet meer nadenken over onszelf. Nee, dat is niet waar. Ik zeg altijd van, kijk naar jezelf en werk daaraan. En als het goed is, ja, dan is het goed. Maar ga niet anderen gaan zeggen hoe dan ze beter moeten zijn, want dan gebeuren zulke dingen. En dus ja, en zeker voor ons in België, hetgeen waar het meeste nog aan moet gewerkt worden, is het gevoel van, maar ook de letterlijke aanvallen of geweldpleging op straat of tussen vrienden in het gezin misschien soms, die steeds nog aanwezig zijn, komen veel minder in de aandacht, maar zijn nooit echt goed aangepakt geweest. Er is een grote angst om naar de politie te stappen over sommige zaken. Sommige zaken zijn zo genuanceerd, net zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, dat ook heel moeilijk is om te zeggen van ja, heeft dat nu nut om naar de politie te stappen? De instrumenten die grensoverschrijdend gedrag eigenlijk zouden moeten aanpakken, zijn niet gemaakt om voor zo'n genuanceerde onderwerpen iets te kunnen doen. Dus we moeten daar eigenlijk over nadenken van hoe dat beter kan. Maar dat gebeurt niet. Dus ja, en daar moet op gewerkt worden. En daar moeten we vooruit gaan.
Je hebt net grensoverschrijdend gedrag aangehaald. Zie je daar een rol in weggelegd voor safe spaces om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan of om daarmee om te kunnen gaan? Wel, het is een beetje een dubbele, omdat ik er zelf persoonlijk van uitga dat een volledige safe space nooit bestaat. En dat ik het zelfs belangrijk vind voor jongeren om ervaring op te doen met moeilijke momenten. En met geweld soms. Om dan te weten van, ah ja, waar kan ik naartoe? En ah ja, als ik ergens naartoe ga, dan wordt daar positief op gereageerd. Voor mij is dat de safe space. Het gegeven van, er is iemand rondom u die dan naar u zal luisteren, die dat beschikbaar is, die dat je kunt aanspreken, of die dat u zelfs gaat gaan aanspreken van, hey, gaat het eigenlijk wel? Daar ligt in mij het belangrijkste schakel van een veilige plek eigenlijk te hebben. Zeker als ik dan kijk naar het jeugdwerk, zijn er animatoren die expliciet aangeven van, als je ooit met iets zit, zeg het mij, stuur mij, chat mij. Of als ze zelfs zien dat iemand teruggetrokkener is of zo in de vereniging, of het moeilijk heeft, of misschien roddels hoort of zo, dat die bewust daarop dat gaat bevragen bij die jongeren. Net om eigenlijk op die manier dat gevoel te geven van, je zit hier in een omgeving waarin dat je bij sommige mensen echt op een veilige manier hulp kunt krijgen en geholpen kunt worden en beluisterd kunt worden. Want als dat niet gebeurt, dan begint er wel een ontwikkeling van het gevoel van, ah ja, nee, het is eigenlijk normaal dat ik zo behandeld word. Het is eigenlijk normaal dat als ik als LGBT niet benoemd word. Het is normaal dat ik als persoon in de kast eigenlijk in de kast blijf. Van ja, dat is allemaal hun zaak niet, want het is eigenlijk mijn ding, dat moeten zij niet weten. Als je dat gevoel hebt, dan wil dat eigenlijk zeggen dat je het gevoel hebt dat zij niet klaarstaan voor u en dat je geen zorg behoeft. En voor degenen die daar in die situatie zitten, wil ik via deze weg sowieso zeggen van, ja, je hebt daar recht. En als je in de kast zit of het gevoel van, ik ben anders, je hebt daar recht om anders te zijn en anders te voelen en dat mensen naar je luisteren. En dat mensen u zien. Want ja, dat klinkt bijna altijd zo banaal, maar gewoon gezien worden of beluisterd worden kan zoveel doen. Maar we zijn allemaal gewoon mensen die allemaal sociale wezens zijn. En we leven gewoon op bij elkaar zijn. En als dat niet mogelijk is, ja, dan ontzegt je jezelf veel. Welke rol heeft het jeugdwerk in het maken van safe spaces en in een veilige ruimte zijn? Ja, de rol die dat jeugdwerk kan spelen, om dat te beantwoorden, maak ik altijd zo de vergelijking met de school. Bij de school zitten allemaal jongeren, soms zelfs bijna dezelfde jongeren als in het jeugdwerk. Maar bij de school moet je zitten en bij het jeugdwerk moogt je zitten en je kiest er zelf voor, of dat je erin zit of niet. En dus door die verschillende dynamiek speelt er in mijn ogen in het jeugdwerk slechts twee belangrijke elementen. Enerzijds, als je er al in zit, zie je vaak, zoals ik in het begin zei, dat er een zeer hechte groep is. Omdat je samen, echt allemaal samen, dezelfde dingen meegemaakt hebt. Op een school is dat veel minder. Je zit allemaal in de klas en ja, je zit met je eigen maatjes, maar die andere maatjes, dat kan je niet schelen. En het is veel te groot om met iedereen in contact te blijven. Maar in een jeugdvereniging zit het dicht op elkaar, doe je allemaal dezelfde dingen en dat schept zo'n grote band. En je hebt ook zo'n identiteit van, ja, ik zit in die vereniging, ik zit bij de Scout, ik zit bij de Giro, ik zei op kamp gaan in het buitenland, zulke toestanden. En daarom is enkel de coming-out, eenmaal als je al zo hecht bij elkaar zit, kan een coming-out soms enger zijn. In de school heb je veel meer, als ik het zo mag zeggen, een keuze om uit te wijken naar andere vriendengroepen en andere plekken. En ook leerkrachten waarvan dat je kunt aangaan, dan zij verplicht zijn om jezelf te ondersteunen als je het lastig hebt. Dat je in een jeugdvereniging niet. En die animatoren, je kijkt daar zo naar op. En ik kan verwachten dat veel jongeren die daar twijfelen om uit de kast te komen, bang zijn voor hun reactie. En dus daarom is het belangrijk dat die animatoren, maar ook medeleden, doorheen het jaar of op zo'n 17 mei aantonen van mij mogen mensen LGBT zijn hier. Dat is voor mij niet erg. En
als iemand dan uit de kast komt, dan verwacht ik dat dat eigenlijk vanzelf gaat. Dat heeft verschillende vormen. Ik hoor dan van, ah ja, maar er is iemand bij ons uit de kast en dat is geen probleem, maar daar wordt ook niet vaak over gepraat. Maar bij anderen wordt er dan veel over gepraat. En dat nu veel of weinig over gepraat wordt, dat is niet zo erg. Het feit dat je merkt van, ze passen zich aan en ze zorgen ervoor dat ze op hun taal letten, omdat ze u belangrijk vinden, omdat je lid bent van die vereniging. Ja, dat is het belangrijkste. Want ze zien u en ze passen zich aan. En voilà, dan denk ik dat dat vanzelf rolt. Maar het grootste probleem is de reputatie die daar gezien wordt die een jeugdvereniging zou hebben. Dat is wat in een onderzoek van Jeugd Vlaanderen ook naar voren kwam als een van de prangendste elementen die dat ik vond, is dat voordat jongeren kiezen om in een jeugdvereniging te stappen, hebben ze een bepaald stereotyp beeld van die jeugdvereniging en dan denken ze van, ah ja, maar dat is voor stoere jongens, of dat is voor en stoere meisjes, en of dat is voor dat type jongeren, of ja, kan geen andere stereotype niet meer vinden zelfs. Maar wat dat goed is. Maar dat beeld dat mensen daarvoor hebben, zorgt er wel voor dat LGBT-persoon, maar ook andere persoon, soms niet de stap willen zetten naar een jeugdvereniging. En daardoor die hechte band die dan in zo'n jeugdvereniging kan ontstaan, missen. En bijvoorbeeld LGBT-persoon zou denken van, ja, ik zei lesbisch, wat gaan ze wel niet van mij zeggen? Wat gaan ze niet, want dat is zo'n typische cultuur die dat we allemaal gewoon zijn. Ze gaan daar lolletjes rond maken en zo verder. Nee, ik ga dat niet doen. Ik ga gewoon op mijn eigen blijven en zo verder. En dat vind ik zonde, want ik zie, zoals ik net zei, zoveel kracht in die jeugdvereniging die een hechte band kan creëren. En hoe dat we daaraan kunnen werken, dat is nog vrees zoeken. Dat is ook individueel. Maar wat het belangrijkste is, denk ik, is dat ik aan jeugdverenigingen die aan het luisteren zijn, wil oproepen om een keer na te denken van wat is uw reputatie eigenlijk die dat jij hebt? Hoe kom jij naar voren of kom jij naar buiten bij mensen die u nog niet kennen? Worden jullie gezien als zo wat de wilde brassen die dan zo veel te zot gaan en wat dat iemand die dan niet zo wild wil zijn, zich niet thuis zal voelen? En vinden dat erg, want dat zijn ook keuzes die je kunt maken. Maar dus ja, dat zijn de twee belangrijkste punten eigenlijk. Die reputatie voordat iemand in zo'n groep komt. En eigenlijk een beetje faciliteren om te tonen van, oh ja, in deze groep is LGBT eigenlijk oké. Je hebt eigenlijk al een paar tips gegeven, maar zijn er nog andere concretere tips en tricks voor open jeugdwerkingen in jeugdhuizen die een safe space willen creëren? Zoals ik zei, het belangrijkste ligt eigenlijk in te tonen van bij wie kunnen terecht. Hoe kunnen ergens terecht of waar kunnen terecht. Het meest lastige, het meest onveilige, denk ik, is gewoon het idee van, ah ja, wij komen gewoon samen en wij spelen spelletjes en klaar. En op die manier eigenlijk een beetje negeren van, ah ja, die kinderen die dan spelletjes spelen, liggen soms in conflict met elkaar. Of die hebben andere meningen over de wereld. Of zitten thuis met een lastige situatie en zitten in de jeugdvereniging in de enige plek waarin dan ze toch wat contact voelen. En als je dan die elementen allemaal zou negeren en zeggen van, ah ja, daar mogen we impliciet eigenlijk zeggen van, dat is niets waar wij ons mee gaan bezighouden, is dat eigenlijk vrij veel zonde, want je haat zo heel veel kracht van de jeugdvereniging te niet doen, door met uw leiding eigenlijk te gaan afspreken van hoe gaan we met moeilijke dingen die onze leden meemaken omgaan? Hoe willen we dat doen? En de ene gaat daar misschien verder in willen gaan dan de andere, maar spreek dat samen af. En communiceer naar uw leden en misschien ook naar uw ouders van de leden. Bij die mogen terecht, op die en die en die manier, als je over iets wilt babbelen. En omringt u dan ook met de organisaties die u daarbij kunnen ondersteunen. Want zet u zeker niet in de rol als therapeut willen zijn, want dat is een grote valkuil, denk ik. Maar gewoon als een vertrouwenspersoon. Als in,
ik ben uw animator en dat betekent dat ik meer dan enkel spelletjes organiseer voor u. Ik ben er ook voor u om een keer te babbelen over iets lastig en u een opstapje te geven om moeilijke momenten in uw leven mee te helpen een draai te geven of een andere sturing te geven. Door dan te zeggen van, ja, ik zal een keer mailen naar de mensen van CAW of van TJAC in de stad. Of een keer met die organisatie of die organisatie babbelen. Of gewoon een website teruggeven van, kijk daar een keer naartoe. Kijk je naar de wat-wat-website, zo van die toestand. Maar gewoon dat je dan als animator eigenlijk gewoon een heel klein duwtje geeft in een bepaalde richting. Dus wees zeker niet... Hey, ik hoop dat ik zo nu animatoren niet het gevoel geef van, ah ja, je moet op alles antwoorden en met alles bezig zijn. Ah, ik verwacht dat animatoren dat ook leuk vinden. Om de leden te kunnen helpen en te sturen en te zien groeien. Want dat zie je letterlijk voor je neus. Hè, zie je die mensen groeien. En, ja, en dan kun je ook denken van, ah ja, ik heb daar mee aan geholpen. Aan het feit dat die jongeren er zo vlot nu uitkomt en zo vlot gaat en zo verder. Dus voilà. Hartelijk bedankt, Dries, dat je wou deelnemen aan deze podcast en voor jouw inbreng in deze aflevering. We willen onze luisteraars graag inspireren. Daarom sluiten we elke aflevering af met een sterk project. In het licht van deze aflevering stellen we graag Dat Bullshit voor, een project van onder andere Jeugd uit het Kokhuis. Hier in de studio zit Elias. Dag Elias. Hallo, hallo. Wil je je kort even voorstellen en kort uitleggen wat de Bullshit inhoudt? Yes, ik ben dus Elias. Ik ben jeugdwerker bij Jeugd Huis Klokhuis in Hammen. Jeugd Huis Klokhuis in Hammen is een beetje een typisch jeugdhuis waarin dat iedereen graag iets komt drinken en heel veel toogpraat is. En vandaar zijn we eigenlijk er een beetje op uitgekomen dat er heel veel dingen zijn waar dat niet over gepraat durft worden. En dat zijn taboes, en wij vinden dat bullshit. Dus eigenlijk is dat de bullshit. Heel simpel en kort, we maken dingen bespreekbaar die dan niet bespreekbaar zijn. We doen dat door workshops, lezingen, een beetje van alles. Gewoon, we kijken naar onze jongeren en zien wat zij nodig hebben. En organiseren jullie soms dan ook samenkomsten of zo, om voor de jongeren dat die kunnen praten met elkaar? We zijn eigenlijk begonnen met andere jeugdhuizen aan te spreken en een beetje te kijken wat zijn de noden. Want hier bijvoorbeeld in Antwerpen of in Gent zijn de jeugdhuizen beter met elkaar verbonden. Het ligt ook dichter bij elkaar. Maar wij hebben eigenlijk een beetje in het Waasland dan ongeveer evenveel mensen die daar zijn. Maar dat is totaal niet verbonden. Iedereen staat los van elkaar op zijn eigen eiland. Dus we zijn eerst samen met de jeugdhuizen gaan checken. En daarna zijn we bij ons jongeren gaan checken hoe dat we dat best aanpakten, wat dat voor hun werkte en in elk jeugdhuis specifiek ook. Hoe zijn jullie op het idee gekomen? Dus het idee kwam eigenlijk, we waren eigenlijk begonnen met een magazine te maken tijdens corona. En in dat magazine wilden we eigenlijk veel inzetten op mentale gezondheid. En we hadden dan ook een soort QR-code dat mensen anoniem een vraag konden stellen. En er kwamen heel veel vragen die dat mensen wel wilden aanhalen, maar ze wilden anoniem blijven. Ze wilden niet dat het te zwaar besproken werd, maar heel algemeen. En we dachten van oké, we moeten daar iets mee doen, we kunnen dat niet zomaar laten liggen. En vandaar een beetje is dat gegroeid. Zijn jullie in het begin ook moeilijkheden tegengekomen en hoe hebben jullie die dan opgelost? In het begin wel, omdat je moet je concept een beetje uitwerken. We werken met verschillende jeugdhuizen ook samen. Dus om een datum te prikken en echt van A tot Z een nieuw project op te starten met zo'n grote groep, was niet altijd simpel. We wisten ook niet wat er... We dachten wel dat er een draagvlak voor was, maar we wisten niet of dat effectief goed zou uitkomen als we het dan zouden proberen. Of onze jongeren effectief geïnteresseerd zouden zijn. We vreesden voor een te grote drempel. En op de allereerste sessie was dat ook zo. Dat was geen gigantisch grote opkomst. Dat ging over LGBTQI+ thema's. Maar dat was dan toch... Ik denk dat er drie mensen waren. Een meisje met haar moeder en nog een ander meisje. Maar dat was eigenlijk een super interessante avond. We hebben daar dan wat promo over gemaakt, wel positieve commentaren over gehad. En dan zo is de bal wel terug aan het rollen geraakt. Dus het was moeilijk en af en toe moet je zo een beetje door die zure appel bijten waarin dat niemand eigenlijk durft te komen. Maar nu is het zo van, ah nice, we gaan naar dat bullshit. Ja, ik neem aan dat jullie ook grotere groepen hebben nu. Hoe kiezen jullie eigenlijk met zo'n grote groep een thema?
Dus de thema's kiezen wij eigenlijk als beroepskrachten vooral, omdat we iedereen heeft wel iets dat hij wil inbrengen en we luisteren daar ook wel naar. Maar we proberen zo de thema's te verspreiden over de jeugdhuizen. Dus wij hadden LGBTQI+ de eerste keer. Een ander jeugdhuis had grensoverschrijdend gedrag. Een ander jeugdhuis had slutshaming. Dus dat hebben we allemaal een beetje aangepakt naar gelang wat de problemen waren per jeugdhuis. En heb je dan ook positieve evoluties meegemaakt? Bijvoorbeeld op vlak van de jongeren zelf of als jeugdwerking zelf? Ja, zeker. Onze jeugdwerking is wel een beetje veranderd. Ze zoeken ons nu, ons als beroepskrachten, meer op voor ook over dingen te komen babbelen. Jongeren geven zelf aan dat ze meer vertrouwen hebben in ons om als aansprekingspunt. En ook op gemeentelijk vlak, met de gemeente werken we nu meer samen om bepaalde problematieken op te sporen. Ook de scholen hebben dat opgemerkt, die komen ook tot bij ons. Dus we hebben eigenlijk een heel mooie samenwerking in onze community, om het dan zo te noemen. Kunnen opzetten om beter voor elkaar te zorgen. En dat is het punt uiteindelijk toch. Ja, dat is heel mooi. En hebben jullie ook toekomstplannen? Hoe gaat het project verder verlopen? Ja, ik kan alleen maar spreken voor wat wij in het klokhuis gaan doen. Maar wat wij verder gaan aanpakken is... we gaan met studentenpsychologie werken. Die ook op avonden gewoon komen chillen eigenlijk. Onze jongeren weten dat die er zijn natuurlijk. We gaan ze niet catfishen. En dan gaan we zien dat er bepaalde gesprekken op gang komen, dat we bepaalde thema's weer kunnen aanhalen en in groep kunnen bespreken. En van daaruit gaan we kijken wat mogelijk is, maar we hebben momenteel nog geen financiële middelen daarvoor om free therapy aan te bieden. Of misschien free coaching. Ik denk dat coaching misschien positiever klinkt als therapy, yeah. Maar iets in die aard. Oké, heel mooi. Hebben jullie ook nog tips en tricks voor jeugdwerkingen die hier ook mee aan de slag willen gaan? Ik denk dat het belangrijkste tip is dat je luistert naar jongeren, wat zij comfortabel mee zijn en wat zij een goede aanpak vinden. Bij ons bijvoorbeeld, bij lezingen werken heel goed, of interactieve lezingen. In Jeugdhuis en Artiest was het eerder meer interactief. Ze hebben ook een soort, in Kompas en Sint-Niklaas hebben een soort van speeddating-achtig iets gedaan in die context. Dus dat is een beetje afhankelijk van wat de jongeren zelf aangeven dat ze interessant vinden. Ik denk dat dat altijd moet vertrekken van daaruit. En voor de rest is het ook belangrijk dat je een beetje info gaat halen bij mensen die professionals zijn in het vakgebied. Want wij kunnen heel veel vanuit eigen ervaring of vanuit onze verhalen meegeven, maar uiteindelijk zijn wij ook maar jeugdwerkers. Oké, erg bedankt voor je mooie inzichten en voor het belangrijke werk dat je doet. Oké, dank u wel. Bedankt om te luisteren. Vergeet zeker ook niet om ons te volgen op Facebook, Twitter en Instagram. En check zeker ook onze website www.formaat.be voor meer info en updates. Deze podcast is een samenwerking tussen Formaat, Samp Media en ons jongere redactieteam.